Gisteren ben ik begonnen met een reeks van filmpjes over ontspanning. Dit omdat voor velen de vakantie eraan komt en men graag wil ontspannen op vakantie. Vele mensen denken dat ze, wanneer ze minder aan hun hoofd hebben en wanneer ze niet de hele dag in beweging zijn, zoals op vakantie, dat ze vanzelfsprekend zullen kunnen ontspannen. Ze begrijpen dat wanneer ze door het jaar heen op werkdagen en de schooldagen van de kinderen, wanneer ze van alles aan hun hoofd hebben en nauwelijks stil kunnen zitten, dat ze dat niet kunnen ontspannen. En daarom is iedereen hard toe aan vakantie. Alleen het weinig hebben aan jouw hoofd, weinig verplichtingen hebben in je vakantie en het niet de hele dag door rond hoeven chasen, garandeert geen ontspanning in deze dagen. Het is namelijk afhankelijk van de stofsamenstelling in jouw bloedbaan en hoe actief jouw autonome zenuwstelsel, het zenuwstelsel wat jouw lichaam alert en gespannen maakt en waarop jij geen invloed hebt, hoe actief dit zenuwstelsel is. En dat is totaal afhankelijk van jouw voeding. Dus de stoffen welke aanwezig zijn in jouw voeding en welke uiteindelijk in jouw lijf belanden, leer jij deze dagen. Wanneer jij dan ook wilt ontspannen gedurende jouw vakantie, let dan deze dagen goed op, want dan leer jij welke stoffen aanwezig moeten zijn in jouw voeding, welke voor ontspanning in jouw lijf kunnen zorgen en een verminderde spierspanning in jouw lijf. Jouw zenuwcellen en jouw spiercellen bevatten een celmembraan. Dit celmembraan, daarop moet een spanning staan, een elektrische spanning, want anders kunnen jouw zenuwcellen en jouw spiercellen niet functioneren. Deze spanning die wordt verzorgd door ionen. Ionen zijn opgeloste mineralen met basische eigenschappen. Basische eigenschappen zijn vochtaantrekkende eigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn natrium, kalium, calcium, magnesium. Deze worden ook wel elektrolyten genoemd. Dit zijn stoffen, polaire stoffen, welke voor spanning op jouw celmembranen kunnen zorgen. Jouw celmembranen bestaan uit vetachtige stoffen, waar deze elektrolyten niet zomaar doorheen kunnen stromen. Het is heel belangrijk dat er een bepaalde verhouding tussen natrium-ionen buiten jouw cellen en kalium-ionen binnen jouw cellen heerst om de activatie van jouw zenuwcellen en jouw spiercellen mogelijk te maken en het is ook heel belangrijk dat die concentraties kunnen wijzigen, dat jouw cellen in staat zijn om die concentraties te veranderen, om na aanspanning van jouw spieren ook wel weer ontspanning te verkrijgen. Jouw celmembranen bevatten eiwitten, pompsystemen en kanaaleiwitten, welke het transport van deze elektrolyten van de ene kant van het celmembraan naar het andere kant van het celmembraan mogelijk maken. Welke dus mogelijk maken dat jouw hersenen, jouw zenuwcellen, na prikkeling signalen kunnen verwerken. En dat jouw spieren ook nadat zij geprikkeld zijn, kunnen aanspannen en vervolgens ook ontspannen. Dit is niet mogelijk wanneer de eiwitten in jouw celmembranen, de pompsystemen in jouw celmembranen, de kanaaleiwitten in jouw celmembranen niet in staat zijn om de concentratie van elektrolyten zoals natrium, kalium, calcium en magnesium goed te regelen. Wanneer de zuurtegraad in jouw lijf ergens verhoogd raakt, dan zullen de eiwitten, de pompsystemen, de kanaaleiwitten in jouw celmembranen niet goed kunnen functioneren. Dan zal er een verhoogde spierspanning in jouw lijf ontstaan en zal jouw autonome zenuwstelsel, het zenuwstelsel wat jouw lichaam alert en gespannen maakt waarover jij geen controle hebt, zal geactiveerd worden. Want jouw lichaam zorgt altijd voor een zekere hoeveelheid glucose, een zekere hoeveelheid natrium en daardoor, omdat natrium vocht aantrekt, een zekere hoeveelheid vocht in jouw bloedbaan. Dit zet spanning op jouw spieren. Dit betekent dat wanneer jij
met jouw voeding de stoffen niet aanlevert welke ook zorgen voor de andere elektrolyten, kalium, calcium, magnesium in opgeloste toestand, en jij met je voeding de stoffen niet aanlevert welke zorgen voor goed functionerende pompsystemen en kanaaleiwitten in jouw celmembranen, dat de spierspanning in jouw lijf zal oplopen. Want de regeling van elektrolyten van de ene kant van jouw celmembraan naar de andere kant van het celmembraan is dan niet mogelijk. De prikkelverwerking in jouw spieren en jouw zenuwcellen is dan niet goed mogelijk. No way dat jij dan kan ontspannen. Dat wil zeggen dat wanneer jij over een aantal weken op vakantie gaat en je hebt voor je gevoel minder aan jouw hoofd, waardoor jouw hersencellen minder geprikkeld worden, en jij zult af en toe kunnen rusten en jouw spieren kunnen laten ontspannen, dan zul jij denken dat jij zult kunnen ontspannen. Alleen spanning zal ontstaan, blijven bestaan en zelfs kunnen vergroten wanneer jouw voeding onvoldoende stoffen bevat, welke de spanning op jouw celmembranen, welke er altijd heerst, goed kan laten dalen. Welke zorgt voor ontspanning van jouw spieren na aanspanning van jouw spieren. Deze dagen leer jij dat jouw voeding stoffen moet bevatten welke een verhoogde zuurtegraad in jouw darmen als eerste, want als er een verhoogde zuurtegraad in jouw darmen ontstaat, zal ook in de rest van je lijf een verhoogde zuurtegraad ontstaan. En bij die verhoogde zuurtegraad kunnen de pompsystemen en de eiwitten in jouw celmembranen niet goed functioneren en kan de regeling van elektrolyten de ene kant van het celmembraan naar de andere kant van het celmembraan niet geregeld worden, zal de spierspanning in jouw lijf verhoogd raken. Deze dagen leer je dat jouw voeding voldoende stoffen moet bevatten om een verhoogde zuurtegraad in jouw darmen te kunnen voorkomen. Jouw voeding moet dan ook voldoende stoffen bevatten welke jouw darmflora intact helpen houden en de beschermde laag van slijmstoffen in jouw darmen intact helpen houden. Want wanneer jouw darmflora verstoord raakt en de beschermde laag van slijmstoffen in jouw darmen verstoord raakt, dan zal de zuurtegraad in jouw darmen oplopen. En het gevolg daarvan is dat de zuurtegraad in jouw lijf ook op zal lopen en er een verhoogde spierspanning in jouw lijf zal ontstaan. En jij niet zou kunnen ontspannen. Gisteren heb je geleerd dat de stoffen aanwezig in verse groenten absoluut noodzakelijk zijn in jouw eetpatroon. Ook op vakantie, juist op vakantie wanneer je wil kunnen ontspannen. Want het vocht en de fermenteerbare vezels, welke aanwezig zijn in verse groenten, zorgen voor een goede darmflora en een optimale zuurtegraad in jouw darmen. Ook het intact houden van de beschermde laag van slijmstoffen. Dit is nodig om de spierspanning in jouw lijf te kunnen laten dalen en te kunnen ontspannen. Als eerste de spieren in jouw maag en darmwand te kunnen ontspannen en vervolgens ook de spieren in jouw lijf te kunnen ontspannen. En dat wil jij graag. Gisteren heb ik echter verklapt dat alleen de stoffen aanwezig in verse groenten, als je die regelmatig gaat eten gedurende je vakantie, nog niet kunnen zorgen voor ontspanning. Want wanneer eiwitten met intacte aminozuren en dan liefst wel alle essentiële aminozuren, dat wil zeggen aminozuren welke je lichaam niet zelf kan vormen, wanneer die ontbreken in jouw voeding, dan kunnen de slijmstoffen in jouw darmen niet goed gevormd worden en kan de beschermde laag van slijmstoffen kan verdund raken. Dan kan de zuurtegraad in jouw darmen verdund raken. Dan kan de maagzuurproductie niet goed verlopen. En ook daardoor kan de zuurtegraad, want dan kan de verdere productie van spijsverteringssappen ook niet goed verlopen. Ook daardoor kan de zuurtegraad in jouw darmen verhoogd raken. Wanneer jouw voeding onvoldoende eiwitten met intacte aminozuren, alle essentiële aminozuren bevat, kunnen ook de eiwitten albumine en hemoglobine in je lijf niet gevormd worden. Ook dat veroorzaakt een verhoogde zuurtegraad in jouw lijf wel te verstaan. En dat allemaal zorgt voor spierspanning. Eiwitten met intacte aminozuren, alle essentiële aminozuren daarin aanwezig, zijn ook nodig om het hormoon peptide-II, de productie daarvan mogelijk te maken. Dit hormoon zorgt voor de opname van vocht en elektrolyten in jouw darmen.
Dit is heel hard nodig om de spieren in jouw darmen te kunnen ontspannen en vervolgens ook de spieren in jouw lijf te kunnen ontspannen. Net leerde je namelijk dat de spanning op de spieren in jouw lijf afhankelijk is van vocht en elektrolyten. Wanneer deze in jouw darmen niet goed opgenomen kunnen worden, zal er een tekort ontstaan in vocht en elektrolyten in je lijf en zal de spierspanning in jouw lijf hoger en hoger worden. Dit betekent dat naast de consumptie van verse groenten, de consumptie van eiwitten met intacte aminozuren, alle essentiële aminozuren, noodzakelijk is om jouw spieren te kunnen ontspannen. Vooral om de opname van vocht en elektrolyten mogelijk te maken, die dus nodig zijn om jouw spieren na aanspanning ook wel weer te kunnen ontspannen. Bevat jouw voeding deze niet, dan zal er een verhoogde spierspanning ontstaan in jouw lijf, zal jouw autonome zenuwstelsel geactiveerd worden en wordt jouw lichaam paraat gemaakt om te moeten vechten of vluchten. Dan zal er een verhoogde spierspanning in jouw lijf ontstaan en no way dat jij je dan kan ontspannen. Dierlijke eiwitten bevatten alle essentiële aminozuren. Dus bij naast verse groenten moeten dierlijke eiwitten aanwezig zijn in jouw voeding. Alleen, wanneer de dierlijke eiwitten verhit worden samen met suiker, bijvoorbeeld suiker aanwezig in een bak- en braadproduct, een kruidenmix of marinade, dan raken de aminozuren in deze dierlijke eiwitten versuikerd en kunnen die niet meer dienen als bouwstof van nieuwe eiwitten in jouw lijf. Kunnen deze niet zorgen voor een goede opname van vocht en elektrolyten in jouw lijf en zal er alsnog een verhoogde spierspanning in jouw lijf ontstaan. Wat leer je dus? Wanneer je wilt gaan ontspannen op vakantie, dan is enkel het minder hebben aan je hoofd en het af en toe op een strandbedje liggen niet voldoende, maar moet jij ook letten op welke stoffen jij binnenkrijgt met je voeding. Zorg er dus voor dat je op vakantie regelmatig, liefst elk moment dat je wat eet, sowieso verse groenten en daarbij naast een bron van dierlijke eiwitten met intacte aminozuren consumeert. Morgen leer je welke aanvulling daarop nog nodig is, want er ontbreken nog een aantal stoffen welke ook nodig zijn om te kunnen ontspannen op vakantie. Kijk je dan weer?